Ik sta hier bij de grote Sint-Janskerk in Schiedam en ik heb een afspraak met Huib Sneep. Daar komt Huib Sneep al aan. Huib Sneep is rentmeester van deze kerk. Hi, Huib. Hallo. Zie ik je fiets even neer? Ja. Je bent netjes op tijd. Ja. Het is een heel bijzonder gebouw en dat ga je me laten zien, hè? Zeker, met plezier. Het is de Groothof Sint-Janskerk. Het oudste gebouw van de stad. En ja, binnen is van alles te zien over dit historische gebouw. Oké, we gaan kijken. Het is lekker warm hier. Ik hoor een koor, hè? Ja. Dat is het koor wat hier op dit moment aan het oefenen is voor de Matthäus, die binnenkort weer in deze kerk zal worden opgevoerd. Prachtig stuk wat helemaal past bij het gebruik van deze middeleeuwse ruimte. Ja. Nou, je gaat me straks wat over de kerk vertellen. Ik ga eerst even naar het koor luisteren. Dankjewel. Tot zo. Prachtige kamer, Huib. Dit is de consistorie.
Deze kamer is uniek vanwege zijn goudleerbehang. In Nederland zijn nog heel weinig van deze ruimten intact. Eentje daarvan staat hier. De andere in Schiedam is in de voormalige regentenkamer van het Weeshuis aan de Lange Achterweg. En verder zijn deze ruimten in Nederland uitermate zeldzaam. Ja, het is een soort vergaderkamer, hè? Ja, de kerkenraad vergadert hier. Ook zondag komt hier nog de dominee met de dienstdoende ouderlingen. Komt hier bijeen voor de dienst. Dus het is nog steeds een belangrijke kamer in het bestuur van de kerk. Je bent ook rentmeester van deze kerk. Het grappige is, ik zie hierboven een schild. En dat is een bekende naam. Jacob Knappert was ook rentmeester. Dat klopt, ja. De kerk is eeuwenlang en dus nog steeds beheerd door kerkrentmeesters. En deze rentmeesters in de tijd van Jacob Knappert waren rentmeesters die door de stad benoemd werden. En sinds de kerk en de staat gescheiden zijn, zijn het dus kerkelijke functies. En ik sta ook in die traditie als kerkrentmeester. Deze Jacob Knappert is niet de man, de Knappert waarvan wij de Laan kennen, hè? Nee, deze is uit een veel vroegere periode. Waarschijnlijk enkele generaties later is dan die burgemeester Knappert burgemeester in Schiedam geweest. Maar dan praat je meer in de 20e eeuw. Ik zie een hele bijzondere tafel met daarin een... Ja, wat is dat? Is dat voor een schuif? Dat is een deel van de tafel waar het getelde geld werd verzameld en in de zakken werd gedaan. Dus de offeranden werden hier op tafel uitgestald, werden geteld en vervolgens werd dat zo hier bij elkaar geveegd. Hieronder zat dan de zak waar het geld in moest. En zo werd dan de collecte verzameld en opgeborgen. Ja. Nu we het toch over geld hebben, hoe zit het nu met de gelden en de kerken hier in Schiedam? Ja, deze periode, januari, is weer de tijd van de actie Kerkbalans. Dat is ieder jaar rond deze tijd bij alle kerken in Schiedam, maar ook in Nederland, wordt dan eigenlijk de inzameling weer gehouden om het hele jaar weer verder te kunnen als kerk. Dus al het geld moet dan bijeenkomen om de dominee te kunnen betalen, de kosters, het onderhoud van het gebouw, alles wat bekostigd moet worden om zo'n eeuwoud gebouw in stand te houden. Geeft de gemeente Schiedam ook nog subsidie aan deze kerk? Nee, gek genoeg niet. Dit gebouw wordt nog steeds alleen maar bekostigd door de kerkelijke gemeente. Vroeger eeuw is dat heel anders geweest. Toen was deze kerk eigendom van de stad. En rond 1800, toen kerk en staat gescheiden werden, toen is het beheer van zo'n gebouw naar de kerk gegaan. En die grote toren hier heeft natuurlijk ook in de stijgers gestaan. Hebben jullie dat ook zelf opgebracht? Nee, dat is bijzonder. De toren is altijd vanwege zijn functie ook voor defensie en voor het waarschuwen van de burgers. Bijvoorbeeld bij brand is de toren altijd eigendom geweest en gebleven van de stad. Die had een strategisch belang. Hebben jullie nog stormschade gehad? Want we hebben pas een enorme storm gehad. Was dat nog dat er brokken naar beneden kwamen of zo? Nee, het gebouw is in goede conditie momenteel. Hè. Dus in het begin van de 2000, 2003 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Dus we hadden alleen wat losse pannen. Die waren hier en daar losgewaaid, juist in de buurt van de toren door de enorme winddraaiing. Het is een hele bijzondere kerk. Hoe lang staat deze kerk er nou al, Huip? De huidige vorm, zoals je hem nu kunt zien, staat er vanaf 1500. Maar de eerste delen van de kerk zijn al rond 1200 gebouwd. En later vervangen door de huidige vorm. Op deze plaats zie je hoe de kerk ontstaan is. Dit zwarte gedeelte was de oudste kerk die hier ooit gestaan heeft. Dat is rond 1270. Dus echt inmiddels 730 jaar geleden. Toen stond op deze plaats al een klein kerkje. Dat is al lang verdwenen. Maar in de 14e en 15e eeuw is toen het blauwe gedeelte ontstaan. Toen had de kerk dus eigenlijk één beuk. En hier heb je de toren. Later zijn links en rechts nog hallen erbij gebouwd. Dit is een hallenkerk. En dit totaal is dan de huidige kerk. Ja. Zie ik een hele bijzondere plek erin. Ja, dat is hier. Daar heb je de Liduïna-kapel. Hier in de hoek is ooit Liduïna begraven. En deze kapel is eigenlijk nu niet meer terug te vinden. Behalve als je goed
in de vloer van de huidige kerk kijkt, dan zie je deze aftekening van deze contouren zie je in de vloer terug. Hier voor mij zien we links en rechts die gele stenen. Dat zijn de fundamenten van de oude kapel. Hier kwam je in de 15e eeuw binnen, hè, want Liduina werd begraven buiten de kerk. Hè, dit waren de muren van de toenmalige kerk, de buitenmuren, deze zuilen. Die kapel werd tegen de muur gebouwd, daar werd zij begraven. Zo ging je naar binnen. Hier kwam je in de eigenlijke kapel, die zie je hier afgetekend als die gele stenen in de bodem. Met de steunberen die die kapel ook verstevigde, dat de muren goed bleven staan. En als je dan verder liep, dan ging je zo naar haar graf. En hier is bij de restauratie van 1950 haar graf teruggevonden, diep onder de huidige steenlagen van de kerk. En dominee van der Klauw die zal daar nog veel meer over kunnen vertellen. Die weet er veel meer van dan ik. Preekt u nog steeds hier? Nou, ik heb hier gepreekt en ik ga langzamerhand een beetje afbouwen. Maar ik ben hier zelf nooit predikant geweest. Ik ben ziekenhuispredikant in Dijkzicht geweest. Maar dit is toch de laatste jaren mijn wijkkerk geworden, waar ik graag de kerk ga en waar ik heel veel belangstelling voor de geschiedenis heb. Ja, want dat heeft u, we staan op het graf van Liduina en ja. Huip heeft er iets over verteld, maar u weet er veel meer van, hè? Nou, dat was vrij snel nadat zij hier begraven is, in 1433. Toen is er vrij snel, omdat zij zo bekend was en heel veel mensen naar haar toe kwamen, ook bij haar leven al, is er een beschrijving gemaakt van hoe zij hier begraven is. Ja, ik vraag me af, was ze hier wel begraven? Want aan de overkant in de Liduina Basiliek is dus ook iets en men wist eigenlijk niet helemaal waar ze lag, geloof ik. Er was nog een beetje verwarring over. Nou, dat weet ik niet, maar in elk geval, ik kan het u wel helder maken. Zoals Huip vertelde dat in 1950 ongeveer deze hele grondslag van die kapel en dat graf gevonden is. En die wijze van begraven, want ze wilde niet in de aarde liggen, maar ze lag op balken. Die is precies exact zo teruggevonden met de beschrijving van de ornamenten die daarbij waren. Nou, de resten van haar die hier begraven zijn, die resten van haar die zijn gevonden, die zijn wetenschappelijk onderzocht en die zijn toen overgedragen aan de basiliek. Dus wat er hoogstwaarschijnlijk haar resten zijn, wat botten en zo, die zijn overgebracht, die zijn niet meer hier, maar zijn overgebracht naar de basiliek. Waarom is ze niet teruggelegd op dezezelfde plek? Waarom Omdat was dat? Omdat het voor de Rooms-Katholieken, het is natuurlijk geen Rooms-Katholieke kerk meer, voor de Rooms-Katholieken natuurlijk een zeer kostbaar, ja, bijna vereerd reliek is. Dat zegt hen natuurlijk veel. De grafsteen die hier op lag, als ik dat even mag vertellen, want daar kan je ook verwarring over hebben. Er zijn er twee. De ene is hier. Die is in een muur meer gemetseld. Dat was een provisorische, die hebben ze gewoon gekocht uit Delft. Dat was dus niet zo'n steen, zo'n grafsteen die, waarvan er hier nog meer liggen? Nee, waar je nee, overheen kan lopen? Nee, dat was een soort van bruinachtige steen uit de, zeg maar, uit de 13e eeuw. Een hele oude steen, misschien nooit als grafsteen oorspronkelijk bedoeld geweest. Maar die lag in Delft, die is hierheen gehaald en die hebben ze toegedekt. En toen naderhand hebben ze een veel mooiere gemaakt met de beeldenis van een vrouw erop. En dat is nog een hele gave steen, want die is in de die lag dus onder de grond. En die steen die is in de reformatie, omdat ze dat niet meer wilden, omgedraaid. En die is dus prachtig behouden gebleven, want er is nooit overheen gelopen. En waar is die steen nu? En die steen die is toen samen met die resten is die overgebracht. Ik weet niet of eerder, dat weet ik niet. Maar in elk geval, die is toen overgebracht, ook naar de basiliek. En daar staat hij, daar kun je hem zien. Kijk, dit is nog een prachtig voorbeeld van een wijwaterbak die altijd bij de ingang was. En waarom is dat nou kapotgeslagen? Want dat was natuurlijk geen beeld. Maar dat is echt kapotgeslagen, omdat daarin kan je nou zien het verschil tussen de reformatie en de voorgangertijd. Dit was een, waar de mensen bij de ingang van de kerk hun kruisteken maakten en de reformatie zei, die heeft dat eigenlijk afgeschaft. Dus aan het weghakken zie je de verandering van de godsdienstige opvatting van de kerkdienst. Het is een enorm gebouw, het is een hele dominant gebouw in de stad, hè? Ja.
zelfs nu nog, bij de huidige schaal. Maar als je dat voorstelt hoe dat in de middeleeuwse stad, hoe groot dit gebouw toen is geweest. Als je op oude kaarten ziet, de huisjes waren piepklein. Er woonden tientallen mensen in kleine huisjes. En dan was dit een reusachtig groot gebouw. Het gebouw was zelfs zo groot dat allerlei stedelijke gebeurtenissen hier gewoon gebeurden. Als er iets belangrijks te melden was, zei de burgemeester, kom allemaal in de kerk. En dan werd de mededeling gedaan wat er aan de hand was. Dit is dus echt het grootste gebouw nog steeds van de stad. En het zou ook heel gek zijn om je voor te stellen dat dit gebouw hier niet zou zijn. Vanuit de buitenstijden van Schiedam komend zie je hier die enorme toren. Dat is eigenlijk het hoogste element waardoor je de stad Schiedam waarneemt, al vanaf de Rijksweg of vanaf de rivier of vanuit Midden-Delfland. De PKN is tegenwoordig de Nationale Protestantse Kerk. PKN is eigenlijk een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk, de Lutherse Kerk, de Hervormde Kerk. En ook in Schiedam zullen die kerken die in de loop van de eeuwen uit elkaar gedreven zijn, zullen nu ook weer in een fusie weer bij elkaar komen. En dan hebben we dus ook in Schiedam de PKN, de gezamenlijke protestantse kerk, zoals het ooit geweest is. En een heel mooi symboolproject wat gaande is op dit moment, is een project wat chef Hendricks aan het maken is. Je moet zich voorstellen, ooit was hier natuurlijk een altaar, in de tijd dat dit een katholieke kerk was. Dat altaar is gesneuveld bij de beeldenstorm, is kapot gehakt. De brokstukken daarvan zijn weggestopt onder de vloer. En bij de restauratie van 1950 zijn ook die brokstukken verzameld en toen aan de historische collectie van het museum toegevoegd. Nu heeft de kerk het initiatief genomen om met chef Hendricks die restanten van het altaar weer in een mooi kunstwerk te maken en die weer terug in de kerk te brengen. En daarmee is eigenlijk de cyclus weer hersteld. Eerst kapot gemaakt en later weer tot een mooi kunstwerk nu teruggebracht. Gaat dat kunststuk hier ook nog, komt dat hier in de kerk te staan? En zo ja, wanneer? Dat kunstwerk komt hier in de kerk te staan. De plek is nog niet helemaal bekend. We denken aan de voorhof, ginds. Maar het kan ook nog een andere plaats krijgen in de kerk. Maar dat zal in 2007 nog gaan gebeuren. Ik wil zo graag nog iets vertellen over wat iedere Schiedammer kan horen als die buiten de kerk loopt of over straat. Dat zijn de klokken en het carillon. We hebben prachtige oude klokken die op het uur luiden of bij de kerkdienst. Die zijn heel oud, die zijn uit de middeleeuwen, de oudste tenminste. En verder hebben we een carillon, dat is uit de rijke tijd van Schiedam, de 18e eeuw. En dat wordt elk uur bespeeld, elk kwartier, elk half uur. Maar dat gaat over de trommel, de automatische piloot zou je kunnen zeggen. Maar vrijdags, tijdens de markt, dan komt de stadsbejaardier, die klimt de toren op, gaat achter zijn tafel zitten en speelt over de hele stad. En dan, ja, dit doen we die weer. Een beetje triooltje van maken. Ja, het is vrijdagochtend. In de grote kerk zitten we boven in de toren. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik bejaardier Gerard de Waard mag interviewen. Want het is toch wel heel bijzonder. Gerard, doe je dat iedere vrijdag? Nee, ik doe het eenmaal per 14 dagen. De ene vrijdag doet Mariana Maras. Dat is een vrouwelijke collega. En de andere vrijdag dan speel ik. En met trouwtjes en met bijzondere gelegenheden spelen we ook. Ja. Ja. Kun je eens in het kort over de carillonklokken vertellen? Nou, het carillon heeft dus 37 klokken. Dat betekent dat het een 3-octaafs bejaard is. En het is dus eigenlijk wel een historische bejaard. Er hangen veel van de geinklokken in. En de hoge klokjes zijn dus wat na de oorlog eigenlijk hergoten, omdat die een beetje vals werden. Ja. Weet je, want er gaat natuurlijk, elk jaar gaat er wel een half kilootje van zo'n carillon af aan corrosie. Dat is eigenlijk roest. En dan worden de klokken wat dunner. En dan klinken ze niet meer zoals het moet zijn dan eigenlijk, ja. Nou Gerard, ik ben zeer benieuwd wat je gaat spelen. Ik zou het leuk vinden, net als in de kerk het koor gezongen heeft, de Matthäus Passion, om daar ook een stukje van te horen. Ja, nou we hebben even met wat zang van jou hebben we dus het genoteerd. Ja, ik heb het even voorgeneuried. Even voorgeneuried en het klopt niet helemaal, maar de motieven eruit kloppen wel. En bijjaardspelen is toch veel improviseren, dus
gevoel en intuïtie, dus dan maak ik er wel een improvisatietje van. Hoor je dat? We werden even overgenomen door de speeltrommel. Ik was even in paniek, maar eigenlijk is het wel lukken. Dat is leuk. En nou krijgen we weer zo'n slagtoon. Dat is de slag van, ik denk 11:30. Hè? Ja, 11:30. En dat, die geeft maar één klap, dus dat is niet zoveel. Om 12:00 gaat hij dadelijk luid en duidelijk luiden. Dus dan moet je weer maken dat je of op de trap of de cabine dicht doet. Want dat is een enorme herrie. Yes. Ja. Gerard, je gaat nog een uur spelen. Ik ga je verlaten. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken. Nou, ik vond het hartstikke leuk om te doen. En het was eigenlijk fijn dat de Beihard weer zo in de belangstelling staat. Ja. Ja, dank je wel.